Zometeen muziek in de studio. We trekken naar het weekendfestival waar je moet bij zijn. Dat is een 10 retrok en 3 jonge mensen gaan er zometeen veel meer over vertellen. Tot zo. Voilà, en in onze zetel, ik zeg het meteen voor ik het vergeten ben, Pieter, Anneleen en Wouter. Een bijzonder fijne middag. Retrok in 10, het is weer zover. De hoeveelste editie is een 100? Het is wel een zeerde editie. Ja. En hoe waren al de vorige? Top. Het is geweest, anders waren we niet verder gedaan. Nee. Dat is waar, ja. Hoeveel volk hadden jullie verleden, hè? Rond de 1000 man. Dus. Dat is best veel, hè? Ja. Gaan jullie dit jaar voor meer, Wouter, wat denk je? Ja, natuurlijk. Ja. Dat toch de bedoeling van een festival is. Absoluut. Ja, te groeien. Jullie hebben ook een geweldige topaffiche met maar liefst 4 headliners. Ja. Kan je eens iets vertellen over de affiche? Ja, we hebben inderdaad 4 headliners. Shameboy allereerst, die is allemaal als vervangende act komen opdraven. Diablo Boulevard met Alex Agnew komt spelen. Yeah. Drums Up for Parade. En dan nog de Party Harders van bekende liedje The Pope of Dope. Die komen ook langs. Hebben jullie heel hard moeten lobbyen om al die mannen op jullie affiche te krijgen? Er is 7 jaar mee bezig uiteindelijk. Ik denk dat het zo allemaal iets vlotter begint te gaan momenteel. En ik denk dat volgend jaar zo het nog vlotter zal gaan, dat het nog groter zal zijn met grotere namen. Alright, super. Jullie hebben ook een hele goede locatie wel, want waar gaat alles door? Hè? Alles gaat door in de Manege in 10 op 10 september. En dat is echt wel een chique zaal, heel modern, redelijk nieuw en heel groot. Goede akoestiek? Zeker, dat is wel allemaal speciaal voor gemaakt. Ja, en dat kan heel veel volk binnen. Inderdaad. Ja. Nu zaterdag is het zover. Zien jullie er naar uit? Altijd. Altijd? Hebben jullie al zoveel stress van, je moet dit en dat nog doen, of is alles echt wel heel goed voorbereid? Het is een drukke week, vooral ook heel veel promen natuurlijk. Flyers morgens, ook al hebben we vakantie, om 7:30 het bed. Zo. Tegenvaller. Ja, maar dat hoort erbij. Het is voor het goede doel, hè? Gestaan, ja, goed. We zagen daarnet de Pilot Light aan het werk. Die treden ook op bij jullie, hè? En waarom net zij? Zij hebben in april onze rockrally gewonnen, Redelijk Got Talent. Ja. En daar zochten we dit jaar een artist in residence, die dat met ons 6 maanden ging samenwerken, ter promotie van het festival en de band. Uiteindelijk heeft de Pilot Light gewonnen, terechte winnaar ook. Ja. En ze hebben nu ook de Retrok Anthem gaan opnemen, het liedje waarmee we Retrok promo voeren voor Retrok. Dus en dat is een heel leuk filmpje geworden. En zullen we zo een stukje gaan kijken? Dat is goed. Ja. Goed. Alsjeblieft dat jullie in die konijnenpakken zaten. Ja, er waren wel een paar van ons. Van de crew wel, maar wij zelf niet hoor. Oké. Heerlijk filmpje op de tonen van de Pilot Light, hè? Goed. Oké, terechte winnaars zei je daarnet. Absoluut. Wat verwacht jij van hun toekomst? Ik denk dat ze er wel heel ver mee kunnen gaan geraken als ze nu hun best blijven doen. Ja. Ze gaan nu ook binnenkort een cd opnemen en met de Rockfond meedoen nu. Ja, ja. En dan nog eens met de Humans Rock Rally proberen mee te doen. Ik denk dat dat wel volgend jaar pas is, maar... Volgens mij zijn er. Is het wel muziek in de Pilot Light, absoluut. Ja, letterlijk dan. Goed. Wouter, jullie hebben nog een hele goede website. Welke is dat? www.retrok.be. Ja, en er bestaat ook een applicatie voor de iPhone, hè? Jullie zijn helemaal mee met de digitale wereld. Moeten? Ja, dat moet. Dat is waar. De kaarten zijn ook bijzonder economisch, want hoeveel betaal je nu voor een inkomkaartje? Het is €6 voor verkoop. Ja. En dat is zeer weinig, al zeggen we het zelf. Jullie hebben kosten nog moeite gespaard om zo'n hele goede affiche samen te stellen. En dan €6, dat is echt een meevaller. Goed. Als je het aan de kassa doet, kan ook natuurlijk. Hoeveel betaal je dan? Dan is het €9. Dus we gaan massaal in voorverkoop doen. En wat zijn zo de punten waar we kunnen bestellen?
Dat kan wel zowel online gewoon, via een ticketsite, ofwel in de Paatwentine. Ja. En bij ons, als ons terecht. Via Facebook en zo. Oké. Okay. Via de website van ROB is ook een wedstrijd. Ja. Je bent goed op de hoogte. Goed, oké. Okay. Nu zaterdag is het zover, om laat beginnen jullie er, hè? De deuren gaan open om 4 uur en de eerste groep zal spelen om 5 uur. Ja. En jullie eindigen om? 5 uur. Dus 12 uur lang. All right. Feestje. En dan? Slapen. Opruimen. Okay. After party. Ja, voor ons. Goed. Ik wens jullie alvast ontzettend veel plezier. Dank nu zaterdag. Laat ons zeker weten hoeveel mensen er langskomen. Jullie gaan volgens mij voor de 3000 of zo. Zoiets? Mm. Dat zal niet zijn. Ja. Oké. Okay. Heel veel plezier en vooral geniet ervan. Hè. Dankjewel. Retro ook nu zaterdag in Tiende. Je kan erbij zijn. Tickets kan je nog steeds bestellen via de website, via Facebook. Je moet maar zien. Heel veel kanalen om erbij te zijn. En het wordt absoluut genieten. I saw you dance, but how does it feel? You're lonely dancing, how does it feel? Tonight, tonight, there's more to bring. Does it feel, does it feel, does it feel? When you take my hand and sing. We're on the move, yeah, how does it feel, does it feel, does it feel to know you shake my earth, my ground? Tonight's the night we live, tonight we dance under the city lights, under the city lights, under the city lights. Does it feel, does it feel to know you shake my earth, my ground? City lights, under the city lights.